De stichting SU-AID zal bij haar volgende inzamelingsactie zich inzetten voor het nierdialysecentrum. Deze staat aan de Henk Aronstraat en verkeert in deplorabele staat. SU-AID heeft vanmorgen de samenwerkingsovereenkomst getekend met de Nierstichting Suriname. Bij de kleinste regenbui lekken de gebouwen al en dat is gevaarlijk voor de patiënten en het apparatuur. Volgens Leon Brunings, voorzitter van de Nierstichting Suriname, zal de inzamelingsactie van SU-AID dit jaar zijn ten behoeve van de stichting. Het gaat een serie van sponsoringsactiviteiten worden en dit is de eerste en hopelijk een succesvolle. Dus wij willen ongeveer 500.000 euro ophalen. Wat we willen doen is we willen gebouw 3 of gebouw 2 eerst renoveren. Dat ziet er niet zo goed uit. Binnen hebben we lekkende plafond, we hebben lekker gaten in de muur. We hebben een ongemakkelijke situatie. Dus willen we dat aanpakken. Het tweede gedeelte is dat we een kantoorruimte gaan bouwen, zodat we de administratieve diensten uit gebouw 1 halen. En zo creëren we meer plek om additionele dialysestoelen te gaan inrichten. Waardoor we dus meer patiënten kunnen behandelen. En dus dat probleem van stoelencapaciteit in Suriname ook helpen oplossen. Giwani Seggen, voorzitter van Stichting SU-AID, zegt dat het begrijpelijk is dat Suriname in een moeilijke economische situatie terecht is gekomen vanwege de COVID-pandemie. Dus ja, we erkennen dat het moeilijk gaat en toch vragen we alle mensen om, hoe moeilijk ze het ook hebben, te kijken of ze op wat voor manier dan ook een donatie kunnen doen. En dat als je niet, als een sms die 7,50 SRD kost te veel is, en je hebt 1 SRD of een kwartje of 50 cent, alles is welkom. Nee, de inzamelingsactie loopt 7 weken iets langer, een paar dagen langer. Maar nee, als we op 21 december de eindstand bekendmaken, dan is dat de eindstand. En zoals meneer Brunings heeft aangegeven, daarna gaat de Nierstichting nog verder met inzamelen. Wat ik in mijn inleiding zei, ik hoop dat de actie van SU-AID aandacht genereert voor de Nierstichting en voor de noden van de Nierstichting, zodat bedrijven die misschien al door hun budget heen zijn voor 2021, de Nierstichting wel meenemen in hun budget voor volgend jaar. Volgens de voorzitter van de nierpatiëntenvereniging Siegfried Chitrotaruno hoeft het niet zo ver te komen dat iemand nierpatiënt wordt of dat mensen moeten dialyseren. Ik denk dat de awareness eigenlijk al heel lang moet zijn aangepakt. Wanneer je nog niet ziek bent, je eet wat je ziet, wat lekker is en je drinkt, je rookt. Met het gevolg dat je aan het eind van de rit dus dan wel, wanneer je nieren zijn uitgeput, je wel belandt bij dialyseren. Bent u zelf ook een nierpatiënt? Ja. Ik ben 11 jaar nierdialyse patiënt. En het valt niet elke dag mee hoor, omdat ik dialyseer 4 dagen in een week. Moet u zien de uithuizigheid. 4 dagen, de rest er nog 2 dagen waar je op zoek moet gaan naar medicijnen. En dat is nog wel wat. Je moet nog echt eraan wennen. In Suriname zijn er in totaal iets meer dan 850 patiënten die dialyseren. En de stoelcapaciteit moet met de inzameling van SU-AID met 30% verhoogd worden.